Ja, we zijn alweer bij de derde wedstrijd in de Holland Cup, de ronde van Overijssel. En ik sta hier in Rijssen op de finishstraat met allemaal kindjes die hier aan het fietsen zijn en publiek. En naast mij staat Kenny van Hummel, oud-winnaar van deze wedstrijd. Kenny, welkom. Ja, dankjewel. Ja. Hoe is het met jou? Ja, heel goed. Dankjewel. Ja, het gaat heel goed. Blij dat ik hier weer ben. Ja, jij hebt de wedstrijd ooit gewonnen in 2009, als ik mij niet vergis. Ja, klopt. Hoe lastig is het om als prof, je reed toen voor Skill, in een wat mindere wedstrijd, hè, het is 1.2, het laagste profniveau, te rijden met jongere gasten. Je kan eigenlijk alleen maar verliezen. Is dat niet lastig? Dat klopt eigenlijk ook. Maar aan de andere kant is het ook weer een kans om weer op iets lager niveau toch een overwinning bij te schrijven. En ik weet nog wel heel goed, in 2009 was ik een week voordien verslagen door Theo Bos in de sprint. En daar had ik toen, dat deed toen zeer. Want hij was toen net overgekomen van de baan en hij wist het toen toch wel te flikken in de ronde van Noord-Holland. Ja, dat wilde ik hier rechtzetten. En wat ik destijds in Noord-Holland niet deed, de sprint aangaan, dat deed ik hier wel. En daar putte ik eigenlijk weer vertrouwen uit voor de wedstrijden daarna. Dus ja. Het is ook wel weer een lager niveau, maar je kan er wel heel veel vertrouwen uitputten om op het hoge niveau ook het vertrouwen te hebben, zeg maar. Het moreel net even 3-4% hoger te hebben. Ja, jij refereerde net al naar de profronde van Noord-Holland. Dat is een wedstrijd die morgen wordt gereden. Ook een Holland Cup koers. En die we dus ook live gaan uitzenden. Maar nu dus de ronde van Overijssel. De renners rijden vandaag 200 kilometer over lastige klimmetjes. De Lemelerberg, zelfs kasseitjes erin. En op het eind rijden ze hier nog twee lusjes van 7,5. We hebben een samenvatting van de eerste uren. En daar gaan we nu even naar kijken. Ja, het was fantastisch zonnig bij het parkgebouw in Rijssen. Want daar ging vanochtend de 66e editie van de Ronde van Overijssel van start. Een internationaal startveld, maar ook met de Roompot. De Nederlandse loterij, de pro-continentale formatie. De enige pro-continentale formatie aan de start. Ze waren niet alleen de enige Nederlandse ploeg aan de start. Ook Alecto Cycling Team. U ziet hier ook nog een renner van Beat. Dan zien we dat een renner van Alecto zijn handtekening zet. En zich klaarmaakt voor de 66e editie. Ja, en dan 12 uur precies, dan gaat het hek open. Ja, altijd wel speciaal in deze koers. De hekken gaan open en de leeuwen worden losgelaten. Zo kan je dat eigenlijk wel zeggen. Om 12 uur werd het startschot gegeven door de gedeputeerde van de provincie Overijssel. En toen waren er de renners, werd het peloton op gang geschoten. En maakten ze zich klaar voor 201 kilometer. Ze reden eerst even nog door Rijssen heen. Ook wel een beetje om te wennen aan de nieuwe aankomst. Want de nieuwe aankomst is hier in het centrum van Rijssen. Dat moet ongetwijfeld een gezellige boel worden vanmiddag. Maar dat zien we later. Peter Lendrik was een van de eerste aanvallers van de dag. Maar de eerste aanval van de dag komt toch op naam van Niels Eekhoff. Sterke renner van Sunweb Development Team. Die demareerde. En of hij daarover nagedacht had of niet. Maar hij had het slim bekeken. Want hij pakte ook de eerste sprint van de dag. Je had namelijk een sprint in het dorp van de Ronde. Die was in Enter. En het dorp van de Ronde was eigenlijk Wierde. Maar Enter is dan weer de gemeente Wierde. Daarover later meer. Niels Eekhoff won dus de sprint voor Robbie van Bakel en Minner Verboom. Dus Niels Eekhoff pakt punten. En hier prachtige plaatjes. En dan gaan we naar de live uitzending. Waar we dus nog steeds een kopgroep zien van 14 renners. We hadden het net al over een kopgroep met ontzettend veel sterke namen. Als ik het goed zie, zien we daar Harry Tenfield op kop. De Brit van Canyon Iceberg. De Brit die eigenlijk iedereen versteld deed staan toen hij vorige week de eerste etappe van de Tour de Yorkshire won. Dat doet hij heel erg goed. Hij probeert nu weg te rijden. Ik zie dat een van de mannen van Benelong Swiss Wellness probeert het gat te dichten. Hier ziet u de namen van de kopgroep. Een kopgroep die nu een voorsprong heeft van 3 minuten en 40 seconden. Het is net al eventjes 5 minuten geweest. Doen ze toch weer wat rustiger aan. 3 minuten en 40 seconden. Ja, de namen. Martijn Budding ziet u staan. De man van Roompot. We zien ook Jordi van Loon, man van Destil Parkhotto. Max Kanter. Dat is de man van Sunweb. We hadden het net al over. Duits kampioen bij de belofte. Een grote, goede sprinter. Talentvolle sprinter. Dus daar gaan we ongetwijfeld nog meer van horen. Tijmen Eising, man van Metec TKH. Het zijn toch een aantal grote namen in deze kopgroep. We zien dat Martijn Budding het gat nu probeert dicht te rijden op Harry Tenfield. En dan denk ik dat we weer een complete kopgroep krijgen. Een kopgroep van 14 personen. Het breekt eigenlijk een beetje. Tijd om de co-commentator van vandaag voor te stellen. Han van Aanholt, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, prachtige omgeving, hè, als je zo die beelden ziet. Ja, het is een groot gedeelte van mijn trainingsgebied natuurlijk, waar ik vaak overheen kom. Nog steeds gelukkig. Daar kun je alleen maar van kicken dat je hier naar mag kijken. En, ja,
wat er nog gebeurd is, al door vele mensen vanmorgen gezegd dat dit een grote kans van slagen zou hebben. In het begin een groep wegrijden, warm weer, wat Kenny ook al aangaf. Mensen worden lui en loom in het peloton en ze kunnen zomaar 3-4 minuten pakken. Ja, de kopgroep is een aantal uur geleden is die weggereden. Meteen 14 man. Er is nog één renner die heeft het geprobeerd om dichterbij te komen. Na 2,5 koersen zijn ze weggereden. Nog eventjes was er een renner die er achteraan probeerde te rijden. Dat was Wesley van Dijk. Die probeerde het nog, maar hij zag dat zijn kans heel weinig... hij had heel weinig kans om terug te komen. Dus heeft hij gezegd van nou, ik laat hem terug... zakken naar het peloton. Ja, Han, waar zijn we nu? Als we dan toch jouw kennis van de regio gaan gebruiken op 48 kilometer van de finish. We rijden nu in een klein afdalingje tussen Holten en Markelo. En hier komen geloof ik een tunneltje zometeen onderdoor. Tenminste, als je kapot zit en je komt er onderdoor, dan geef ik je een flinke schreeuw en kun je weer verder gaan. De echo die klinkt er nog even na. Richting Markelo, waar er ook een paar lastige klimmetjes zullen zitten, alvorens we richting Rijzen zullen gaan. Ja, was de tunnel. Ik zag niet zo snel dat iemand een schreeuw nam, dus ik denk dat ze nog eventjes dat ze zich nog aardig fit voelen volgens mij. Ik denk het, ja. het is wel jammer denk ik dat de koproep nu al in tweeën gesplitst wordt. Dat kon wel eens de doorsteek zijn, dat er toch in het peloton meerdere ploegen gaan rijden. Als ze toch zien dat een aantal ploeggenoten van hun gelost worden uit de koproep. Dus ik vind het niet zo heel slim wat er nu gebeurt. Maar ja, misschien zijn deze vier al zo sterk dat ze het zullen gaan redden. Het zijn wel sterke mannen die het gaan proberen. Ik zei het al, Harry Tenfield van Canyon IJsberg zit hierbij. Ook Martijn Budding van Roompot Nederlandse Loterij. En we zagen met het nummer 76 zagen we nog Rens Tulner. En als ik het goed heb, staat ook de man van Sunweb erbij. En dan hebben we het over Max Kanter. En klopt. Dat is toch wel een sterke renner. En, dat is een sterke formatie die uit deze kopgroep verdwenen is. Prachtige plaatjes zo. Fiets je nog veel hier? Ja, ik fiets al zeker wel 3-4 keer in de week. En geregeld toch ook een rondje Holtenberg maken. En dat is zo'n beetje wel mijn terugweg richting huis. Wanneer ik goed naar de kloten ben, dan moet ik hier nog even tegen de wind in. Maar goed, dat moet kunnen. De Holtenbergen hebben we met het peloton en de kopgroep net gehad. Daarin werd trouwens de sprint gewonnen door Martijn Budding voor Tijmen IJsing en Kees Bol. We hebben inderdaad ook een aantal bergsprints vandaag. 5 bergsprints in totaal, waar we er al 4 van gehad hebben. De eerste was op de Tankenberg, die was al na 39 kilometer gewonnen door Eduardo Affini. Voor Jelle Johannink en Robert de Greef. De tweede klim was de Kuiperberg. Die was na 54 kilometer. Daar was Robert de Greef als eerste boven. Voor Robbie van Bakel en Jasper Plender. Toen na 115 kilometer Brandon Davids. Adrie Lindeman en Rens Tulner. In deze volgorde kwamen ze over de streep op de Lemelenberg. Als u goed heeft opgelet, dat zijn ook de 3 namen die in de kopgroep zitten. En toen was de kopgroep al weg. Ja, onderaan de Lemelenberg is de kopgroep weggereden. Op de Holtenberg was het dus Budding voor Tijmen IJsing en Kees Bol. En dan hebben we zo meteen over 10 kilometer hebben we de Markeloze Berg. En dat is de laatste bergsprint van de dag. Dan hadden we ook nog de Dorp van de Ronde, de sprint. Dorp van de Ronde is dit jaar Wierden. Het dorp waar onder andere Wouter Wippert vandaan komt. Hij staat vandaag niet op de startlijst. Hij rijdt in de vierdaagse van Duinkerken, die eigenlijk 6 dagen duurt. De renner van Roompot rijdt daar op dit moment zelfs in de puntentrui. Dus die doet het niet geheel onverdienstelijk daar. Maar helaas mist hij daardoor wel zijn thuiskoers in Wierden. Ja, Dorp van de Ronde was dus Wierden, maar de Ronde van Overijssel gaat dit jaar helemaal niet door Wierden. Tenminste, niet door de dorpskern. Dus wat hebben ze bedacht? We trekken de streep in Enter, een dorpje in de buurt van Wierden. In de gemeente Wierden zelfs. En daar was dus de sprint. Die was al na 2,5 kilometer. De neutralisatie was nog 6 kilometer daarna, 2,5 kilometer. En toen was de sprint van in het dorp van de Ronde in Wierden gewonnen dus door Niels Eekhoff. Dit is een mooi groepje hoor. Dion Beukenboom, Jeroen Meijers, Jaap Kooijman. Een man die op dit moment leider is in de topcompetitie. We zien ook Jason van Dalen. En dan zien we daarachter nog een man van Alecto. Even kijken of we kunnen zien wie dat is. Dat lijkt me toch Patrick van der Duin. Ik dacht dat
Jason van Dalen was. Ja, nou, hier Jason van Dalen van Delta, daarachter Dion Beukenboom. Daarachter zien we met een man in het oranje, Jeroen Meijers. Dan zien we Patrick van der Duin van Alecto. Daarachter nog Jaap Kooijman. En dan zien we iemand zich helemaal uit elkaar trekken. En dan hebben we het over Piotr Havik, die probeert de overstap te maken. Die heeft ook altijd wel een neusje voor de goede ontsnapping. Dus het kan best zijn dat hij denkt, van, ja, hier moet het gebeuren. Terwijl het voor in het peloton iets stil lijkt te vallen. 1 minuut en 18 was net de voorsprong van de kopgroep. Tenminste, dat werd over de koersradio verteld. Ja, het is spektakel. Er wordt gekoerst met nog 30 kilometer te gaan. Ronde van Overijssel verdient het ook gewoon inderdaad dat er gekoerst gaat worden. Ja, we zijn het al in de Arno Wallert Memorial. Zo'n vlakke koers. Je zou je denken, weinig wind. Dan wordt het een massasprint. Maar ja, er wordt toch ontzettend veel gekoerst. Hoe komt dat? Ligt dat dan echt aan dat parcours? Want die klimmetjes, daar moet je als continentale renner natuurlijk geen probleem mee hebben. Nee, maar ik denk dat heel veel mensen ook denken van jongens, dit is mijn laatste kans. Wil ik nog iets, dan moet er gekoerst worden. Ik heb belang bij een koproep. Als het massasprint wordt, dan kunnen heel veel van deze jongens hun eigen kans al wegcijferen. Want dan moeten ze gaan rijden voor een rappe sprinter. Zo'n Dion zal dan moeten gaan rijden bijvoorbeeld voor een Struttiga, als het bij elkaar blijft. En dan kan hij zijn eigen kansen gaan. Dus ja, dan denk je toch een beetje van, hey, wat is het beste? En misschien heeft Struttiga wel gezegd, ik voel me niet zo goed. Trek je eigen brand vandaag, je weet het niet. Ik denk dat het gebeurd is. Ik denk dat die tweede groep komt zometeen bij de kopgroep. En dan is het, ik denk dat het gedaan is. Dus, er zitten zoveel talent hier van voren en zoveel mannen van Roompot. Dat het peloton gezien is met nog 22 kilometer te gaan. Wie zou er nog moeten gaan rijden in het peloton? Ik zou het niet weten. Kijk. Oei! Dion Beukenboom gaat de bocht uit. En belandt hier in de bosjes van de provincie Overijssel. We zijn op de Kemperweg. Ja, hij houdt de bocht niet. En hij denkt van ja, ik kan nu wel rechtdoor gaan. En dan denk ik dat misschien de struiken nog het meest veilige en meest zachtere lading. Je zag ook de vrouw op de achtergrond ontzettend schrikken. Ja, dat is toch heel erg malen voor die jongen. Het is vreselijk gewoon voor de koers. Voor het finale is het hartstikke jammer dat die jongen weg is. Toch nog weer geluk gehad dat hij niet op die grote steen reed. Dat is ook weer het voordeel. Ja, het was alsof hij door had van ja, ik moet niet op zo'n steen precies klappen. Ja. Maar die gaat niet meer bijkomen. Dat gaat niet meer lukken. Het is doodzonde. Volgens mij zien we hem daar ingelopen worden door het peloton. 35 seconden voorsprong. Van het peloton op de kopgroep. Ja. Dus dan zal de achtervolgende groep al bijna in de buurt zijn van de kopgroep. Dion Beukenboom. Wat zonde is dat zeg. Wat zonde. Kijk, er vallen wat mensen terug uit de kopgroep. Zie je dat? Ik dacht dat dit van Jordi van Loon is die al uit de kopgroep terugvalt. Nou in de tweede groep. We zagen net de renner van Beat Cycling terugvallen. In ook. De achtervolgende groep. Die komt hij zijn ploeggenoot en misschien ook kopman van vandaag Piotr Havik tegen. Aanval van Piotr Havik, de man van Beat Cycling Club, probeert het in zijn eentje. De man van Roompot die zegt tegen Budding van, ga jij het maar dichtrijden. Ik ga even van kop af. Piotr Havik dus, die het probeert. Een man die al bij verschillende ploegen heeft gereden. Team 3M een tijdje gereden. Vorig jaar nog bij Westland wil vooruit gereden. Toen al als ambassadeur van Beat Cycling Club naar voren geschoven. Dit jaar is de continentale formatie. En is het toch wel een van de kopmannen daar. In ieder geval de man die eigenlijk iedereen een beetje begeleidt. Het is gewoon een wegkapitein. Maar dat wil niet zeggen dat hij zijn ambities opzij geschoven heeft. Want hij zou het ontzettend mooi vinden om ooit nog eens als prof te gaan rijden. En het zou mooi zijn als hij dat bij Beat kan doen. Want dat is toch wel hun droom hoor. Om weer een stap hoger op te gaan en dan pro-continental te worden. Maar het zal me niks verbazen als dat ook bij een andere ploeg zou kunnen. Dus, zijn droom om prof te worden is in ieder geval nog niet in de ijskast gezet. Je ziet het, Robot geeft af nu, zijn kapot gereden. En daar gaat Harry Tenfield, de man van Kenyon IJsberg. En hij reageert op een aanval van Dylan Bouwmans. Netjes, ja, knap. En meteen weer een renner van de Benelong Swiss Wellness erachteraan. En dan hebben we het over Aiden Tovey, de man die dus in die achtervolgende groep naar de kopgroep is gereden. Dit wordt een cruciaal stukje nou. Nog een keertje weer de Rijsse berg op, het Schwarzwald door. Dit wordt cruciaal hier. Hier gaan koppen vallen.
De weg is hier smal. Het gaat nog een beetje op en neer. Er gaan nu een aantal renners heel veel pijn hebben. We beginnen met Eamon Lucas, die hier toch wel zit af te zien in het laatste uur. Dan zien we Adrie Lindeman daarvoor zitten. Dan zien we ook nog Tijmen Eising. Man van Metek, TKH en Piotr Havik. Dat is een sterk nummertje hoor, wat hij hier laat zien. Heel knap. Echt, zou je zo iemand zou je het dan gunnen, hè? Als hij zo initiatief durft te nemen. We kunnen in ieder geval zeggen dat we een aantal prijzen te verdelen hebben. Natuurlijk de eerste drie aankomende. De winnaar van de sprint van het dorp van de ronde, dat is Niels Eekhoff. We hebben ook nog de meest strijdlustige renner. We hebben de beste jongeren. We hebben de leider van de jongerentrui in de Holland Cup. Die wordt toch gehuldigd als hij aanwezig is. En we hebben de algehele leider van de Holland Cup. En daarvan kan ik toch wel zeggen dat dat Kees Bol wordt. Dus dat wordt toch wel erg mooi. En we hebben natuurlijk ook de bergste sprint. Er gebeurt te weinig in die groep. Ze hebben die renner ertussen zitten. Ik dacht, wat ik zei al, dat het Lindeman was. Ik weet niet zeker. We kunnen het niet zo goed zien. Maar hij blijft potverdorie knap doorharken hier hoor. Echt. Hij valt niet stil. Toch Rens de Stroet. Die is meegeschoven. Naar een groepje van 6 man. Daarachter de man van Delta Cycling, dat moet Jason van Dalen zijn. Ja, en na het alle vals bad gaan we nu, dacht ik, zo meteen linksaf. En dan pakken we nog één keer weer de Rijsseberg. En het laatste cruciale stukje in deze ronde. Nog, met nog kleine vijf kilometer te rijden. Dan moet het hier gebeuren. Denfield komt dichterbij, maar Piotr Havik geeft natuurlijk niet af. Die gaat het de Brit zo moeilijk mogelijk maken om aan te sluiten. Denfield heeft het voordeel dat iemand voor zich ziet rijden. Waar die, het is een soort aas voor hem waar hij naartoe kan rijden. Dus dat voordeel moet hij nou proberen uit te buiten. En dat is zijn voordeel, denk ik hoor. Hij komt dichterbij. Ja. Het is hier gebeurd, denk ik. Met nog 3 kilometer te gaan is het hier gewoon einde oefening. Toch slecht gedaan van de mannen van Rompot die niet hebben hoeven rijden in de finale en er nu niet zijn. Het feit dat Eamon Lucas weer terugkomt betekent dat het tempo er toch wel uit is bij de kopgroep. Dan denk ik niet dat zij deze twee man, of in ieder geval Piotr Havik en Denfield, er nog gaan kunnen grijpen. Hij is er nog niet, hè? Goh. Piotr Havik maakt het zijn Britse collega zo moeilijk mogelijk, terwijl we hier nu twee man uit de kopgroep zien ontsnappen. Dit is het laatste slopende stuk, zo'n machtstuk voordat ze echt een serieuze afdaling ingaan. En dat is het aflopen met het heuveltje. Denfield komt dichterbij. Maar je ziet het aan Havik. Hij gaat ontzettend diep, de 23-jarige renner van Beat Cycling Club. Het lijkt erop alsof de aanval beloond wordt. En dat willen we toch heel graag zien, dat de aanval beloond wordt. Maar nogmaals, ik weet niet wat jij ervan vindt, maar... Ja, dat die mannen van Robert het toch gewoon slecht gespeeld hebben. Met 2 man achter de hand houden. Ja, met 4 man in de kopgroep. Dan moet je het eigenlijk gewoon afmaken. Ja. Laten we niet te hard roepen wat ze komen nog weer van achteren. Maar ik heb er een zwaar hoofd in. Wat een verschil in stijl, hè? Piotr Havik die trekt zich helemaal uit elkaar om op kop te blijven. Kort daarachter zien we Harry Denfield die toch wel steeds dichterbij komt. De aansluiting is bijna een feit. En wat gaan ze dan doen? Gaan ze dan naar elkaar kijken? Maar er moet gewoon doorgereden worden. Er moet absoluut doorgereden worden, want kijken is funest. Zeker als ze maar 5 of 6 seconden voorsprong hebben. Piotr Havik, wat mooi om te zien hoe diep die gaat hier. Om de 66e editie van de Ronde van Overijssel op zijn naam te schrijven. Hij is beneden, hij draait zo meteen Rijssen in. En dan is het nog een aantal bochten tot de finish. En dan weten we wie hier de winnaar wordt. Wie gaat de Ronde van Overijssel op zijn naam schrijven? Piotr Havik of Harry Denfield? Of komt er nog iemand uit de bocht? Het blijft leeg hoor, daarachter. Het blijft leeg. En Havik lijkt nog een keer te gaan demareren, joh. Die Denfield zit nog steeds niet in het wiel. Het gat wordt gekker, joh. Zo. Of hij speelt een spelletje de tweede man. Zo van, blijf hem, dat hij nou toch wil dat hij op kop blijft rijden, hè? Ik moet zeggen, het ziet er wel heel erg smooth uit, hoor, van Harry Denfield. Ja. De man van Canyon IJsberg. Ja, ik zei het al, hij won dit jaar een
prachtige etappe in de Tour de Yorkshire. Daarmee pakte hij dus de enige en eerste overwinning van Kay en IJsberg dit jaar. Ja, dat was natuurlijk niet zomaar een overwinning. Overwinning op een van het hoogste niveau. Dat doet hij toch heel netjes hoor. Ja. 23-jarige renner. Het geluk is misschien voor Havik dat hij nog eventjes die Tjernfield op kap kan krijgen nu. Voor zijn eigen eindsprintje te trekken. Pjotr Havik is een snelle sprinter. Ja. Zo, we hier bij de rotonde zijn aangekomen. Dat betekent dat we in de laatste kilometer zitten. Wie gaat hier de ronde van Overijssel winnen? Is dat Harry Tenfield of Pjotr Havik? Harry Tenfield denkt, ik probeer die Havik eraf te rijden. Ik ga die Westlanden proberen te lossen. Maar gaat dat ook gebeuren? Pjotr Havik bijt zich nu vast in het achterwiel van de Brit. Kan hij er nog met een sprint overheen gaan of heeft hij zichzelf helemaal leeg gereden? Kan hij zich nog eventjes rustig houden om even te herstellen? Hier gaan we rechtsaf en dan gaan we zien wie gaat hier de winst pakken. Harry Tenfield sprint en je ziet aan Pjotr Havik dat hij volledig in de kramp schiet met door de pijn. En zijn sprint komt hij er nog overheen. Komt Pjotr Havik er nog overheen? Wie gaat hier winnen? Volgens mij is het Pjotr Havik. Ja, volgens mij ook Havik. Ja. Zo, ongelooflijk. Wat een finale. Terwijl hier Max Kanter nog eventjes de sprint van de achtervolgende groep wint. En we zagen toch echt Pjotr Havik die als eerste over de streep kwam. Harry Tenfield, hij leek het te halen met nog een paar honderd meter te gaan. Dacht ik, nou die Brit, die is Havik voorbij. Ik zei het al, in de pijngrens, tot diep in de pijngrens probeert Pjotr Havik stand te houden. Maar uiteindelijk komt hij er nog overheen. Kan die Harry Tenfield nog kloppen en wint Pjotr Havik zo de ronde van Overijssel 2018. Een prachtige zege voor de 23-jarige renner uit het Westland. De 23-jarige renner van Beat Cycling Club. Die pakken hier toch een mooie overwinning. Hier ziet u het nog een keer. Pjotr Havik op de drempel voor de finish. Probeert hij er nog langs te komen en dat lukt hem hoor. Want op de streep is hij er voorbij. Harry Tenfield probeert nog te jumpen, maar het is te laat. Pjotr Havik wint voor Harry Tenfield. Pjotr Havik, winnaar van de Ronde van Overijssel 2018. Je maakte het behoorlijk spannend. Hoe was dat voor jezelf? Ja, het was voor mezelf ook iets te spannend. Ik heb echt mijn uiterste best gedaan om Harry niet terug te laten komen. Ik heb die laatste klimmetje voor de laatste kilometer echt gewoon opgesprint. Omdat ik dacht van ja, hier kan ik hem nog een keer breken. Maar hij kwam toch tot op mijn wiel. Dus toen dacht ik van nou, dat wordt nog een serieuze kluif. En gelukkig voelde hij zich sterk, dus hij nam gelijk over. En hij trok hem ook nog even door. En ja, toen wist ik oké, dit maakt mijn kansen groter. Hij ging als eerste die laatste bocht door. En ik kon goed in de slipstream blijven en er op het juiste moment uitkomen. En half wiel is genoeg vandaag. Op televisie leek het alsof het echt heel lastig was, die laatste 100 meter. En ja, dat het uiteindelijk ook maar een heel net verschil was. Hoe heb je dat zelf ervaren? Ja, precies hetzelfde. Echt, de kramp zat tot achter mijn oren. Maar op zo'n moment denk je er niet aan. Je kijkt alleen naar de strepen. Je weet van, dan moet ik er over zijn. En nog, desnoods nog een mooie jump neerzetten. En het was precies genoeg. En het was gewoon heerlijk, zeker. Voor de foto, prachtig beeld hier in de Ronde van Overijssel. Pjotr Havik wint voor de Brit Harry Tenfield. En derde is de Duitser Max Kanter. Een mooi podium met een aantal mooie ploegen. Kees Bol blijft leider in de Holland Cup. Kwam als vijfde over de streep. Pakt punten voor het nieuwe klassement, de nieuwe competitie in Nederland. De Holland Cup, waar Kees Bol dus nu aan de leiding gaat. Mag het mooie fluoriserende shirtje aantrekken van WoWo. En daarvoor WoWo Reflective. En daardoor ziet hij er toch altijd weer gesoigneerd uit hoor. Hij valt in ieder geval, hij zei het vanochtend al bij de start. Een shirtje met daarop ook Race Safe. En Race Fish. Race Safe is een initiatief om het wielrennen veiliger te maken. Niet alleen het wielrennen, maar ook het fietsen in het algemeen. Kees Bol is de trotse leider van deze trui. En wie weet kan hij daar morgen weer wat punten aan toevoegen. De jongere trui is niet aanwezig. Die is nog steeds op naam van Mikkel Bjerg. De Deense winnaar van de Dorp om de Brugge. Die pakte dan 100 punten. En die is nog steeds als eerste in klassement. Als belofte renner. Dus voorlopig heeft hij nog de trui. Maar Max komt er behoorlijk dichtbij. Hoor. Die pakt behoorlijk wat punten in het klassement. Dus ik ben benieuwd. Ja, de Ronde van Overijssel zit erop en we hebben een heerlijke podiumceremonie gezien met een blije Pjotr Havik. Wat reed die man in koers, hè? Wat een fantastische finale heeft die jongen gereden, zeg. Hij rijdt weg op
15 kilometer voor de streep. En ja, op 1,5 kilometer voor de streep wordt hij bijgehaald door Harry Danfy. Hij ziet hem in zijn wiel en hij gaat in het tweede wiel zitten. En ja, hij maakt het nog af in de sprint ook. Ongelooflijk, wat fantastisch. Had jij gedacht dat hij het zou redden toen hij demereerde? Want het was nee, toch wel ver voor de finish, hè? Ik dacht heel even dat Harry Danfy op een gegeven moment op 10, 20 meter bleef hangen. Maar dat hij dat expres deed, omdat hij dan niet de kop over hoeft te nemen. Ja. En ja, uiteindelijk reed Harry toch het gat dicht. En toen kon Piotr achteraf genoeg herstellen van zijn inspanning om toch nog een hele goede sprint neer te zetten. Ja. Maar ja, chapeau. Echt petje af voor die jongen. Echt heel knap. Ja, Piotr Havik is natuurlijk ook een hele bijzondere renner. Won vorig jaar ook al de Wattmeister Challenge in de topcompetitie. Kan dus een hoog wattage trappen. Kees Bol nog steeds aan de leiding. Maar ja, Roompot is misschien wel de grote verliezer van vandaag. Of vergis ik me daarin? Ja, vind ik wel. Dit is een niveau onder hun niveau eigenlijk waar ze op koersen. En wat ze deden was heel erg de koers in handen nemen. En dat is denk ik ook hun valkuil geworden. Ze hadden eigenlijk moeten gaan koersen om ook echt te winnen. Dus met z'n drieën de koers in handen nemen en gaan demareren. En wat ze nu deden was gewoon met twee man op kop rijden. En ja, Aris willen uitspelen in de sprint, maar ja, die wordt ook zesde. Dus ik begreep niet echt goed op voorhand al hun tactiek. En ja, het blijkt ook wel dat, dat dit niet de juiste tactiek was voor ze. Ja, gemiste kans voor ze. Jammer voor ze. Ja. Ja, dankjewel voor je scherpe analyse. En wellicht is er nog een toekomst voor jou als ploegleider, meester tacticus. De Ronde van Overijssel zit erop. Maar morgen is er weer een koers in de Holland Cup. De vierde wedstrijd alweer, de profronde van Noord-Holland. Die gaan we ook uitzenden op RTV Noord-Holland. En ook op Eurosport. Tot morgen. Dag.